Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, Internationaal Business en Internationale Samenwerking zegt dat niet alle problemen op het bord van de president geschoven moeten worden. Voor de vergadering van de ministerraad vandaag zei de bewindsman dat de regering snapt wat de noden van de samenleving zijn. Daarom staat een team van bewindslieden klaar die met de gemeenschap kan praten over de problemen. Kijk, iedereen heeft een verantwoordelijkheid in dit land. En ik kan u zeggen, er zijn structuren waar langs men moet opereren. Als men alles op het bord van de president wil zetten en met de president wil praten, ook de president heeft een bestuurlijk apparaat. En die is beschikbaar. Wij zijn altijd beschikbaar. De cluster van vakbonden is beschikbaar. Wij praten op dit moment met de vakbeweging, de georganiseerde vakbeweging. We zijn dicht bij een oplossing wat morgen definitief wordt besproken. En dat is een constructief gesprek. Dus we kunnen een keuze maken of op straat gaan en geen onderdeel willen zijn van een onderhandelingsproces. Dan krijg je dit soort dingen. Of je bent onderdeel van een onderhandelingsproces en dan werken we naar een oplossing binnen het mogelijke. Ramdin zegt het belangrijk te vinden dat mensen weten wat zich in het land afspeelt. De regering werkt aan oplossingen voor de economische vraagstukken, meent de bewindsman. Dat vele ontevreden mensen gaan staken, hoeft volgens de bewindsman niet. Als men eerst rustig had afgewacht de oplossingen die geboden worden, dan hoefde men niet op straat te zijn. Met betrekking tot Kool wil ik heel duidelijk zeggen. Kool heeft een paar brieven geschreven. Ik heb ze verschillende malen ontmoet. Zij staan erop dat zij alleen door de president ontvangen moeten worden. Kijk, als iedereen dat gaat zeggen, dan gaan we nergens komen in dit land. Dan is er dat Kool uiteindelijk wel ingestemd heeft met een ontmoeting met minister Arbeid. Een paar weken geleden. En wat gebeurt daar? Na 5 minuten is het gesprek over en ze lopen weg. Is dat verantwoordelijk gedrag? Ik heb daar problemen mee. We hebben allemaal. Dus men doet alsof men niet een oor heeft bij de regering. Dat is er wel degelijk wel. Ramdin zegt dat er daarom onderhandelingsorganen in het leven geroepen zijn. Als de vakorganisaties voet bij stuk houden dat hun eisen gelden en er geen genoegen wordt genomen met minder, er geen sprake is van onderhandeling, meent Ramdin.